Bravo, klasse. En door beide. We zijn ons aan het voorbereiden op Tokio en omdat het daar heel warm is en hoge luchtvocht gaat, zijn we eigenlijk aan het testen wat dat voor invloed heeft op je lichaam. Dat hield in dat we een maximaaltest op de fiets deden van ongeveer gemiddeld een uur. En dan is het eigenlijk de wattage die gaat langzaam omhoog tot je niet meer kan. Vandaag was de koele test, dus in normale omstandigheden. En volgende week is dan een test in de omstandigheden van Tokio. Dat is het eigenlijk. Ze hebben een tijd terug hebben ze via de post je een temperatuurpil opgestuurd. En die moest je dan 3 uur voor deze test innemen. Bij aankomst kreeg je een bepaald soort band om je middel. En daarmee verscheen ineens op een tablet de temperatuur hoe het van binnen was. Dus ik weet niet hoe ze doen, maar het werkt blijkbaar. Het begint heel rustig en daarna wordt de weerstand verhoogd. Net als dat onder vermoeidheid ook gebeurt. En na die warming-up start hij om de 3 of 5 minuten gaat de wattage meteen omhoog. En dan lopen die benen dus steeds meer vol. En dan elke keer wordt het zwaarder, zwaarder, zwaarder. Tot je niet meer vooruit komt. Je spieren gaan verzuren en langzaam kan je niet harder trappen. En je moet blijven trappen totdat je niet meer kan. Dus je gaat letterlijk gewoon tot het gaatje. Aan het begin was het prima. En zo'n vragenlijst invullen met licht, tamelijk licht. En dan bouwde het zich op tot zeer, zeer zwaar. Nou, het is een maximaal test eigenlijk op de fiets. Dus op het eind was het zeer, zeer zwaar. Ja, heel veel denk je eigenlijk niet. Je probeert gewoon goed te focussen om rustig door te trappen. Hoe langer je doortrapt, hoe dichter bij het einde is dan ook in zicht. Dus stand op 0 en gaan. Dan probeer je zelf mentaal te pushen. Je wil nog meer uithalen dan het erin zit. Ik heb altijd hele gesprekken in mijn hoofd aan. Niet stoppen, niet stoppen, niet stoppen. Uiteindelijk hou je dan nog wel lang vol. Ik keek gewoon naar beneden. Ik dacht, proberen gewoon rustig te blijven en te blijven trappen, zo lang mogelijk. Ik probeerde mezelf nog wel een beetje te motiveren toen ik echt stuk ging. En dan denk ik dat het wel goed is om echt het maximale eruit te halen. In plaats van de handdoek in de ring gooien. Dus dat is misschien ook wel een beetje aard van het beestje van iedereen. Om dan toch competitief te zijn en toch echt tot het gaatje te gaan om een goede score neer te zetten. Je kan langer vol dan je denkt, langer volhouden dan je denkt altijd. Nou, op een gegeven moment dan zijn je benen echt van pap en dan kun je ze niet meer en dan ben je tot je max gekomen. Gevoelsmatig gaat het heel langzaam, maar eigenlijk is het maar binnen 10 minuten dat je echt volledig stuk gaat. Een beetje zoals in een wedstrijd, je ziet een bal en je rent erachteraan. En voor je het weet loop je benen helemaal vol. En dan met je laatste krachtsuitsputting dan probeer je nog die bal te halen. Dus zo is het een beetje. Was taai, maar allemaal voor een goed doel natuurlijk. Om straks helemaal je lichaam goed te kunnen afstemmen op temperaturen. Dus dat is wel mooi om te zien hoe ze dat doen.